Goedemorgen, Jasmijn. Goedemorgen. Hey, we gaan toets 2 doen, hè? Ja. En op examen is het zo, dus je staat op dezelfde plek. Ik zal het straks even op de camera laten zien waar dat is, bij het CBR. En hier controleert die examinator je papieren of je identiteitsbewijs moet hij zien. Je hebt je bij je al, neem ik aan, of niet? Nu op dit moment niet. Nee, dan mag je geen examen doen. Geen toets doen. Ja, maar die doen we morgen. Ik bedoel volgende week. Ja. Hé, hey, maar die moet je wel bij je hebben. Hè? Dus zorg er altijd voor dat je dat ding gewoon altijd constant bij je hebt. Dan, ik zit achter mijn telefoon. Ja, daar hebben we dan helemaal niet mee in. Ik heb geen broekzakken. Ja, je moet hem bij je hebben. Maar in ieder geval... je staat hier buiten en dan wachten tot de examinator hierheen komt. Dus vroeger was het zo dat je aan een tafeltje ging zitten, maar tegenwoordig hebben ze dat door de corona laten varen. En het is nog gewoon dat je hier moet wachten op die examinator. Moet je de auto even luchten, vaak. Ik weet niet of dat luchten nog verplicht is, maar moet je de ramen even, de deur even openzetten. Hey, maar we beginnen met toets 2. Dus de identiteitscontrole en dan gaan we even controle van de auto doen. Je mag even onder de motorkap kijken. Ja? Je had de motorkap al losgemaakt, alleen aan de verkeerde kant zag ik wel. Ik dacht even voorlijk wezen. Ja. Ja. Het was een goede poging. Maakt niet uit. Maar waar zit de hendel om hem voor los te maken? Helemaal links bij je scheenbeen. Helemaal links op de kant. Nee, maar vooraan. Vooraan? Ja. Daar ja, helemaal links. Dat, dat was hem. Ja. Oké, okay, dan gaan we hem voorloos maken. Dat was wel een knopje. Ja. Ja. Hé, hey, met je andere hand uitstappen, weet je nog? Waarom is dat ook alweer? Zodat je dingen sneller ziet aankomen. Nee, dan kijk je vanzelf over je schouder en je gooit hem niet wijd los. Ja. Dutch reach methode, zeg je dat iets? Nee. Nou. Nou, mag jij de motorkap even losmaken? Met die kamer er echt bij? Jammer joh. Gadverdomme. Ja. Nou, mooi dat je hem los hebt. Gelijk smeer de hand, maar er ligt wel een doek achterin. Oh, vertel, wat kun je allemaal controleren hier? Die camera maakt me zenuwachtig. Ja, is goed hè. deze, de ruitensproeistof. Ruitensproeistof, heel goed. Kun je daar bijvullen hè? Dat moet bijgevuld worden. Heb je de waarschuwing gezien op het dashboard dat die bijgevuld moet worden? Ja. Dat was maandag al. Ja. Nou, wat nog meer? Wat is dat dan? Ik weet niet meer wat dat precies was. Dit dingetje bedoel je? Ja. Dat is om de olie van de koppeling en van het stuur te controleren of je op pijl is. Ja, en nog meer? Oliepijl, of is dat hem? Oliepijl, nou vertel maar waar je olie peilt. Oliepijl? Ja. Zit er niet op, hè? Zijn we helpen, want kijk, normaal zit hier ergens een stok, maar die zit hier. Normaal hier zo'n stok toch? Elektronisch wordt dat gebeurd. Hier kun je hem wel bijvullen. Dat moet je ook weten, hè? Oliepijl kan je dus gewoon in de motor. Ja. En deze, die hadden we net dit ding, die is warm. Ja, ik heb geen idee wat dat meer is. Koelvloeistof. Koelvloeistof. Nou, mag je niet open draaien, want het staat onder druk. Maar mag je dat dan wel open draaien? Als hij afgekoeld is. Oh, en dat is nu heel warm. Ja. Maar als je te leeg is, dan laat je hem bijvullen door de garage. Kom je zelf niet aan. Nee, oké. Okay. Okay, alleen... Accu zit daaronder. Deze. Hier zie je de pol nog van de accu. Een beetje los. En dit is de dynamo met de V-snaar. En dit is de airco. Maar dat hoef je helemaal niet te weten hoor. Oké, okay, doe maar dicht weer. Wat wordt er dan gevraagd? Nou, waar ik, voor de rest. Wat ik nu net allemaal al gevraagd heb. Okay. Zal ik dan ook even die kofferbak nog dicht doen? Ja, doe maar ja. En dan mag je gaan zitten.
Oké, Jasmijn. Nog een vraag binnen. Je hebt... als je hem op contact zet, wat controleer je dan? Zet hem maar eens even op contact voor me. Ja, dan gaan de lampjes branden, trap je hem in zonder koppeling, hè? Hm? Wat controleer je op je dashboard? Rode knopjes. Of de rode lichtjes zijn of andere waarschuwingen. Nou, je zag net een waarschuwing voor... ruitensproeiers of, hè? Ja. Oké. Okay. Hey, lekker voor jezelf rijden, voor je, zoals je gewend bent te rijden. Zelf beslissingen nemen. Ja? Ja. Ga je gang. Succes gewenst. Hm? Succes gewenst. Nou, dankjewel. Het CBR terrein af, linksaf. En weer links. En mag je bij de verkeerslichten rechts. Mag je bij de verkeerslichten weer rechts en dan helemaal aan het eind van de weg links en dan daarna weer links. Dus rechts en bij de verkeerslichten rechts en dan aan het eind van de weg twee keer links. Oké? Okay? Ja, ik weet wat je bedoelt. Kan ik hier in de drie? Mag je zelf allemaal bepalen. Jij rijdt, jij moet laten zien dat je het weet. Dat mag je zelf allemaal bepalen. Als je denkt dat je in 2 of in 3 moet, moet je dat gewoon doen. Ja? En na de hand bespreken we wel of het goed was of fout. Oké? Okay? Oké, dus eerst... Dus links. Ja. Nu zet ik hem weer aan. Na de bocht mag je dan rechtsaf het terrein van de gamma op. Ja? Dus na de bocht rechtsaf. Dan mag je tegenover de ingang van de gamma de auto even parkeren in een vak. Tegenover de ingang van de gamma. En dan wil ik graag dat je zo ver mogelijk van de ingang af bent. Dus tegenover de ingang van de gamma, zo dicht mogelijk bij het hek. Ja, kan dat? Begrijp je dat? Ja. Dus trein van de gamma op. Tegenover de ingang van de gamma. Zo ver mogelijk, zo dicht mogelijk bij het hek, even de auto parkeren.
ingang van de gamma. Zo dicht mogelijk bij het hek. Ja. Dan bedoel je dit hek. Kijk maar. Ik snap niet helemaal wat jij bedoelt eigenlijk. Nou, zoek hem maar uit. Jouw feestje. Ik heb jou een opdracht gegeven, heb ik een paar keer herhaald en mag je nou uitvoeren. En dan kijk ik wel of je het goed doet. Wacht. Nee, je mag hier niet overheen, je moet hier rond. Wacht. Ik weet niet of ik het goed doe, maar ik ga gewoon doen wat ik denk dat goed is. Ja, zat je zo in het hek? Ja, ik had de koppeling erbij. Ja, ja. Een beetje aan de rare kant? Nou, was een beetje te laat. Ja. Ik moest nu helpen remmen, dus dan is het gewoon probleempjes. Oké, okay, mag je weer rijden? Dan mag je wel eventjes die kant op. Naar de rechteruitrit. Die uitrit en dan mag je de uitrit uit en dan linksaf. Oké? Rechtsaf? Ik weet niet wat je zei, rechtsaf toch? Nee, links. Je bent jezelf goed in jezelf gek maken, hè? Dat kun je goed, hè? Ja, dat weet ik. Daar ben je ster in. Daar ben ik echt een ster in. In plaats van dat je goed luistert naar de opdracht en de opdracht herhaalt in jezelf. Rechts langs de kant even stoppen. Je ziet er verder op een kruispunt. Ik had je vandaag al een beetje verteld dat je een risopdracht krijgt. Twee risopdrachten. En een van die risopdrachten is van vier kanten zo snel mogelijk dit kruispunt benaderen. Ja, dus van alle vier de kanten, ja, het is een kruispunt, hè, daar waar die fietsen rijdt nu. Ja. Van alle vier de kanten, zo snel mogelijk dat kruispunt benaderen. En dan zo kort mogelijk de tijd nemen en dan mag je dat oplossen door middel van een bijzondere verrichting. Hè, dus wat heb je voor bijzondere verrichtingen? Keer op de weg, bocht achteruit, achteruit en inrit in, noem maar op. Hè? Ja. Nou, ga je gang. Succes. Je moet het kruispunt overgaan. Van vier kanten moet je dat kruispunt benaderen. Snap je het of niet? Nee. Er zit een kruispunt en die moet je van alle vier de kanten een keer benaderd hebben. Ja. Nou, dat is alles. Dan mag jij oplossen door middel van bijzondere verrichtingen. Zullen we? Ja. Zo snel mogelijk, hè? Het is nu 9:50. De snelste die ik tot nu toe gehad heb, die was in een paar minuten klaar. Maar je kan het ook in één keer doen. Nee, je kunt niet in één keer van vier kanten het kruispunt benaderen. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Jawel. Hoe wil je dat doen dan? Je moet van alle vier de kanten het kruispunt benaderen. Een rondje maken. Dat is toch niet benaderen? Je bent er toch voorheen? Blondie. Jongen. Ja, oké, okay, maar dan snap ik het niet even. Nee, dat merk ik. Maar los het maar op. Ik heb de opdracht gegeven.
mijn niveau, hè? Ja, hè? Dit is echt ver boven mijn niveau. Nou, dan heb je hem van één kant benaderd nu. Ja. Nou, moet ik eerst niet voor laten gaan. Nou, dan gaan we gewoon... Nee, dat kan niet. Komt de vrachtwagen aan. Kijk, hier krijg ik dan veel te veel stress van. Hier krijg ik dan veel te veel stress van. Die vrachtwagen kan hier wel langs, toch? Ja, denk het wel. Je geeft er maar heen van de moeilijkste opdrachten, voor mijn gevoel. Ja. Nu. Als ik nu erachter ga. Of gewoon een beetje bijsturen. Ik zal even op die vraag waar wat wacht dat jij was. Oh, ja, ja, ja. En ook even die bus. Die ook zo, joh. Nu kunnen we weer. Wat wil je nu dan? Achteruit de bocht maken. Nou, het zou er wel eerder in mogen sturen. Wat zal? We hebben een stukje naar voren gaan. Nou, dat lukt je nu niet meer. Hè? We zitten dicht bij de bocht. Je bent al heel eind voorbij de uitrit. Je moet achteruit de inrit in, ja, dat wou je toch wel niet. Nou, doe eens wat, want ja, de tijd die loopt hoor. Je had toch gewoon het kruispunt? Ik heb er een leerling gehad, die was nu al klaar, in 2 minuten de tijd gekeerd. Ja. Van vier kanten benaderd. Maar die is ook wel wat sneller denk ik dan mij. Die was inderdaad sneller, ja. 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 Je hebt maar één kant benaderd tot nu toe. Nee, dit is toch de tweede kant al? Je benadert hem nu toch niet? Je moet wel van voren benaderen. Oh! Dan zet je met je voorwielen tegen de stoep aan. Beter nu direct eruit rijden. Nou, dit is de tweede kant. Je hebt gewoon te maken met iemand die gewoon niet zo helemaal... Ik heb nu van twee kanten benaderd. Nou, nog twee kanten. Wat wil je nu dan? Keren, oké, in 3 keer steken bedoel je. Ja, ja, dat kan toch? Ja, zeker. Moet ik even weer opletten hoe ik dat heb gedaan toen. Keren in. Maar... Ja, kut. Kan die auto weer langs? Nee, dit moet ik heel snel doen nu. Dit geeft mij stress, hè? Dit... Ja, goed, hè? Nou, de laatste kant nog. Hé, hey, maar die stress die deed het wel voor goed. Ja. Mag je ook dit gebruiken? Ja, toch? Vast wel. Dan mag het wel. Kijk. Kijk, dat is nou wel weer scherp van je. Dat is maar knappe kerels zijn, hè? Dat zie je er wel, hè? Tuurlijk. Die kunnen we niet aanrijden. Nee. Dat is slecht voor de maatschappij. Ja. En dus de laatste kant. Nou, die heb 6 minuten werk gehad. Dat is toch best wel netjes? Nou, vind ik van niet. Maar ga verder. Ga je gang. Mag geen rijden doen.
Binnen een minuut was de beste, geloof ik. Binnen een minuut? Binnen een minuut keren, ja. Van vier kanten benaderen. Ja, maar... Ik bedoel... Binnen een minuut elke vier? Ja, alle vier de kanten binnen een minuut. Hoe dan? Nou, makkelijke oplossingen kiezen, hè. We gaan linksaf. Makkelijke oplossing kiezen. Keer op de weg zoals je de laatste keer deed, dat is natuurlijk veel sneller dan, dan achteruit een eerrit in. Keer op de weg, dat is natuurlijk veel makkelijker. Ja. Je moet eigenlijk wel vier keer op de weg doen, of drie keer op de weg doen. Ja, ik dacht dat je zei dat iets anders moest doen. Ja. En bij het verkeerslicht linksaf. Bij het verkeerslicht linksaf. Oh, dat is dom. Ik zag mijn eigen foto. Ja, wat zag je dan? Ik deed dit ding veel te snel, zodat als mensen achter mij rijden, die denken dan dat ik de gang heen ga. Ik snap het niet helemaal. Dat snap jij nu niet. Nee, wat bedoel je nou ermee? Ik deed mijn richting deed ik best wel vroeg aan. Oh, je dacht voor die uitrit. Maar anders denken mensen dat ik die uitrit in ga. Ja, duidelijk. Oké. De eerste weg rechts. Wat voor weg? Oh. Ik ga hier altijd de fout in. Ja, want dit is het moeilijkste kruispunt, volgens mij. Dat klopt, maar dan moet je wel van de andere kant komen. Zo, die hebben weer een voorraadje bier, jongens. Die kunnen vandaag weer vooruit. Nou, echt hoor. Maar er zijn mensen die gaan echt om 8 uur 's ochtends. De winkel is toch net dan open. Hé, daar woont iemand daar. Een zwerver. God. Die woont daar in dat ding. Nou, dat zou ik dus echt nooit willen. Je mag voorbij het voetbalveldje linksaf. Nee, 6 minuten is een van de langzaamste. Het spijt me dat ik het niet beter had kunnen doen. Nou, ik kan bedenken waarom het... Ik twijfelde te veel in mezelf. Wat een hele dat is al een heel groot iets, ja, dat je veel te veel in jezelf twijfelde. Lekker weggetje dit, hè? Lekker smal, hè? Ja, maar ze rijden allemaal hard. Man. Ja. Ja, net op tijd. Volgende keer weer eerder pakken. Einde rechts en daarna bij de verkeerslichten weer links. Einde rechts, daarna bij de verkeerslichten weer links. Was dat van 2 naar 2? Ja, zag je dat ook? Ja. Door laten rollen is prima, maar... Links toch? Ja. Ja, nog steeds. Ja, nee. Ik liet hem net iets te veel rollen. Ja, inderdaad. Dat is je planning niet helemaal lekker.
gaat hij zo schuin erdoor, zo die kant op, en dan einde weg links. En als je nou een mooie auto tegenkomt om te kunnen file parkeren, mag je voor mij file parkeren, oké? Mag je niet parkeren? Ik heb het niet over hier. Ik heb verderop in de straat. Als je ergens een auto ziet waar je achter kunt file parkeren, mag je file parkeren. Oké? Ja, is goed. Want die straat is heel lang, dus. Wat wil je nou? Oh, file parkeren. Oh, dat is goed. Ja, en daar staat een bord dat verboden auto's. Verboden te parkeren? Ja, maar dat geldt niet voor parkeerplaatsen, nee, nee. Hè? Ja, dat is verderop, ja, verboden voor auto's. Ja, en als ik dan rechtdoor ging, was dat ook dat bord. Oh, zo. Ja. Nog wel iets meer naar voren. Ik ben veel te wijd. Ja, dan mag je weer rijden. Netjes hoor. Ja? Mag je rijden en dan die kant op. Ja, dan wil ik graag rechtsaf. Kan dat? Nee. Waarom niet? Het staat een verboden bord voor auto's. Ja, nou en? Ja, dat mag toch niet? Oh nee? Kijk eens goed. Oh. Is dat niet verboden te parkeren? Nee, het is alleen daar verboden voor auto's, maar niet hier. Hier niet. Nee, helemaal niet. Oh, ik weet waar je uitkomt. Naar rechts en daarna weer linksaf. Naar rechts en daarna weer linksaf. Rechts. En weer linksaf. En weer links. Ik zag niks dus. Waarom jij niks zegt? Ik kan die andere weg niet zien.
Kan jij dat zien? Ja, maar jij moet het oplossen. Jij bent de chauffeur. Ik niet. Ja, dat klopt. Sta op je te wachten. Oh, dat ik voor al. Ja. Nou, rollen. Wegwezen. De tweede waarschuwing dat je te langzaam rijdt. Je rijdt onder de 30, je rijdt nog steeds in de 2. Dus je, en dan de examinator waarschuwt maar 2 keer, hè? Op examen, op het echte examen dan, hè? Je mag links, linksaf. Kijk, dit is overzichtelijker. Rechts en daarna gelijk weer links. Rechts en daarna gelijk weer links. Dat kan helemaal niet. Oh. Ja, ik zou nu weten waarom je hier niet in mag. Oh, ik weet waarom ik hier in de fout zit. Mag je linksaf? Voor autorijlessen. Einde weg links, einde links.
En dan mag je bij de verkeerslichten rechts. En de snelweg op richting CBR. De verkeerslichten rechts en dan invoegen de snelweg op, oké? Okay? Ja, het CBR, toen was toch bij niet deze, maar die volgende. Nee, eerst invoegen. Ja, dat is sowieso. Zwolle Noord er weer af dadelijk. Kijk, Noord geloof. Of Zuid, Zuid is dat. Ik dacht Zuid, want we waren ja, Zuid. Bij Noord. Ja, Zuid. Dat is de andere kant op. En dan mag je door de rotonde Quadron over de bypass. Zeg je dat iets, bypass? Ja, dat is diegene waar je geen stoplichten hebt. Ja, correct. Laten we heel goed gaan kijken straks. Deze. Wel deze. Deze? Ja, dat is Zuid, hè. Oh. Ja, als jij die doet, doe ik het, hoor. Als je hier niet eraf gaat, dan moet je in eind omrijden, hoor. Als je rechtdoor gaat hier. Hey. Ja, over de bypass, ja. Tenminste, wat ik heb opgelet van jou. Dat doe je nog een keer aan. Dus laat zien waar je heen gaat. Nee, je wil naar CBR toe. Oh, toch wel. Tweede stel verkeerslicht rechtsaf. Dat is het CBR. Tweede? Ja, tweede. Ja, deze nog niet. Nee, meestal, hè? Denk je? Nou, rechtsaf en dan eindelijk weer rechts en dan kom je weer bij het CBR. Dan mag je weer hetzelfde vak parkeren, alleen nu mag je hem gewoon vooruit in het vak zetten. Ja? Ja. Dus je hoeft hem niet achteruit te parkeren, maar kun je hem gewoon vooruit in het vak zetten.
ik dan gelijk had, dan had hij ons toch voorrang moeten geven. Oké, dan gaan we alles afwerken. Goed zo, dat was hem. Wat vond je ervan achteraf? Nou, ik vond het goed gegaan of? Ik had het slechter verwacht voor mezelf. Had je het slechter verwacht? Ja. Okay. Ik weet, het ging niet allemaal heel soepeltjes, nee. Maar ik had het slechter verwacht. Dus ook wat je dus op de toets doet volgende week ook, dat is hetzelfde. Hè? Je rijdt hier terug, zet je hem hier neer en dan gaan ze het nabespreken. En dan gaan ze wel naar het tafeltje toe, in het gebouw zelf. Dus dan loop je met je examinator mee naar binnen toe. En dan het tafeltje doen ze de nabespreking. Ja. Maar wat vond je goed gaan en wat vond je minder goed gaan? Nou, minder goed. Ik twijfel gewoon veel te veel aan mezelf. Ja, dat is wel een van de belangrijkste dingen. Ja. Dat is absoluut. Mooi dat je dat zelf ook door hebt. Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja? Ja, en als ik aan mijzelf twijfel, dan ga ik veel te veel nadenken. Ja, dan maak je er zootje van, hè? Ja. Zo gauw je onzeker wordt, en dat zie je heel vaak terug, dan loop je vast. Krijg je problemen. Ja, dan raak je in de stress. Ja, dat is juist zo waardevol van zo'n video, dat we erop genomen hebben. Dan zie je jezelf terug en ik ga er ook commentaar bij zetten. En dan zie je jezelf terug en dan denk je, hé, ja, verrek, dat is waar ook. Weet je wel? Ja. Had je nog zelf nog meer dingen dat je denkt van, nou, dat raak ik beter kunnen doen? Of, genoeg. Ja, maar niet specifiek dat je iets kunt opnoemen. Specifiek, ja, wel beter kijken. Ja, dat is vooral, hè? Ja. Dat komt ook als een rode draad terug. Ja. Ook mooi dat je dat zelf zegt, want je kijkt enorm slecht. Ja, dat weet ik. Hè? Dat zal je op de video denken verbazen dat je zo slecht kijkt. Want je hebt nog geen eens in de gaten hoe slecht je kijkt. Ja, dat heb ik dan ook weer niet in de gaten. Nee. En dat is zo waardevol van zo'n video. Want dan zie je al die momenten terug en dan denk je, hey, verrek, ja, heeft gelijk. Duizend keren over je schouders, fietspad vergeten, nakontroles, nou, noem maar op, dode hoeken. Gewoon het afstaan spiegelen bij het afstaan doe je niet. Rijstrookwisselen doe je niet goed. Gewoon, soms wel, maar ook weer heel vaak niet. Ja, dat heb ik maar doe er je voordeel mee. Hè? Kijk goed en neem jezelf voor om dat op je toets te verbeteren. Ja. Dat je dat anders gaat doen. Dat je in ieder geval zelfverzekerder wordt en stukken beter gaat kijken. Ja. Dus daarom heb ik ook deze video gemaakt. Om jou ervan bewust te laten worden dat je dus dat het nog een beetje hogerop moet allemaal. Ja, dat weet ik zelf ook wel. Had je zelf nog vragen ergens over? Vragen? Ja, of is alles duidelijk? Over de situaties die je hier meegemaakt hebben. Heb je daar nog vragen over? Maar dat zie ik wel op de video dan, hè? Ja, denk dat ook. Oké, nou. Heel veel succes met het kijken van je video. En gaan we verder. Ja. Doei. Doei.